Het coronavirus, het heeft ons wel in de ban. Want als ik ga zwemmen, en ik hoop dat dat nog even kan, kom ik je bij de kassa. En waar zou die kassa-juffrouw zich allemaal aan moeten houden? Wat moet die allemaal doen? Officieel? Officieel moet u gaan pinnen in plaats van met contant geld betalen. Ja. En ik zal handschoenen moeten dragen. Ja. En een meter afstand houden van iedereen tussen ja. de mensen door. Die handschoenen, ja, die zien we nog net niet. Nee. Is het allemaal haalbaar om dit allemaal te moeten doen? Ja, het is haalbaar, maar het neemt veel tijd in beslag. Ja. Ja, dus. En hoe lang denken u dat het zwembad nog open blijft? Want dat is voor mij natuurlijk een hele belangrijke vraag. Weten we niet. Dat weten we niet. Het is totaal onbekend wat er nog gaat gebeuren in de komende dagen. Heel goed, we weten het niet. Maar er gaat natuurlijk wel wat gebeuren, want van dag tot dag worden de regels aangescherpt. Vorige week kregen we het horen van de bisschop. Geen bijeenkomsten voor meer dan 100 mensen. Nog geen 24 uur later, geen missen überhaupt in het weekend. Allemaal regels waar we aan moeten houden. Toch krijgen we het evangelie van Jezus iets heel wonderlijks horen. Hij zegt, wie een van deze voorschriften zelfs het geringste opheft en zo de mensen leert, zal de geringste geacht worden in het Rijk der Hemelen. Jezus is blijkbaar ook iemand die toch aan de regels vasthoudt. Hij zegt letterlijk, denk niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. En in de eerste lezing uit het boek Deuteronomium horen we het begin van die wet en profeten. Daar zegt Mozes over al die voorschriften die de Heer heeft gegeven, handel ernaar in het land dat gij in bezit gaat nemen en breng ze stipt ten uitvoer. Blijkbaar moeten wij ernaar handelen, naar al die regels. Ze zijn er niet voor niets. Natuurlijk, als we alleen al onze bejaarde en zieke en zwakke medemensen kunnen beschermen door voorzichtig te zijn, geen handen te schudden enzovoort, thuis te blijven als je moet hoesten en dergelijke, dan is dat iets goeds. Maar Jezus spreekt over de vervulling. Maar wat is de vervulling van al die wetten? Want nu, de wetten zoals we die in de Bijbel tot ons horen komen, zijn uiteindelijk bedoeld als een uitwerking van die twee grote geboden. Bemin God en bemin je naaste. En dat is iets waar Christus naar verwijst. En daar brengt hij de vervulling. Hij is het immers die uiteindelijk de liefde wil vervullen. Die uiteindelijk alles wil geven om ons mensen te redden. Natuurlijk moeten wij ons aan regels houden. En dat mogen duidelijk zijn, zeker bij die crisis die er tegenwoordig is. En waardoor veel mensen in paniek raken. Maar zouden we niet naar het hart van al die regels toe moeten gaan? Dat we uiteindelijk om elkaar geven. Ik was heel geraakt door die berichtjes die ik her en der toch zag opduiken van iemand die bijvoorbeeld zegt, als er iemand thuis vastzit vanwege coronavirus en ik kan boodschappen voor hem doen, laat het maar weten, dan zet ik de boodschappen wel bij je thuis voor de deur neer. Of een ander die zei, als ik iemand kan helpen die in de zorg vastzit omdat hij niet weet wat hij met de kinderen moet doen, ik wil best voor een tijdje komen oppassen op de kinderen. Dan ga je dus een hele stap verder dan alleen maar het vervullen van een wet. Maar dan ga je naar het hart van de wet. Want is dat niet wat God ons vraagt? Dat wij elkaar echt oprecht beminnen met heel ons hart, met al onze krachten. En daarmee dat gebod van de liefde waarmaken? Een tijd van crisis is ook een tijd van kansen. Om te doen waar het echt op aankomt. En om ons te bezinnen op de weg waarop wij ons bevinden. Dan zou deze 40 dagen tijd, letterlijk een tijd van quarante, 40, een tijd van quarantaine, ons misschien ook dichter kunnen brengen uiteindelijk bij God en onze medemensen. Dan is het coronavirus niet alleen iets wat ons veel kwaad berokkent, maar ook een kans waar we uiteindelijk dankbaar voor mogen zijn als we die kans maar aangrijpen met beide handen.